Het is weer tijd om eens te vissen op een nieuw water. Het is altijd leuk om nieuwe plekken te ontdekken en te kijken wat voor bestand aan de vis er op het water zit. In deze video gaan Gijs en ik daarom ook lekker vissen op een heel nieuw water voor ons. Ah, juist weer vanaf, joh. Wat is dat? Zo, welkom. We zitten nu op een soort parkwater. Het is een water wat een soort van aangesloten zit aan een groot stelsel hier zo. Dus we hebben een paar hele mooie vissen op dit water. Dus onze hoop is natuurlijk om er eentje te kunnen vangen vanavond. En dan het liefst ook zo'n grote vis. Hoe ik het ga aanpakken, dat ga ik jullie zo meteen laten zien. Hoe ga ik het aanpakken? Heel simpel. Een onderlijn van 17,5 centimeter. Met twee tijgenoten en een nepmaasje erop. Dat gaat voor mij de truc doen. Meestal in de zomer werkt dat echt fantastisch. Dus deze gaat aan hengeltje nummer 1 en hengeltje nummer 2. Daar gaan we lekker met de spinnenrig mee vissen. Met een Purple Ace pop-upje, 14 mm, standaard formaat. Dus kijken of we even snel een visie kunnen strikken. Tijd om de hengels uit de hoezen te halen, te beazen en gelijk in te gooien op de eerste plek. Ik besloot om mijn eerste hengel tegen de overkant aan te gooien, tegen een soort steiger. De andere hengel vis ik precies tegen een ladyblad aan. Heb jij nou een brasem? Ik denk het wel. Of niet. Ja, die heb ik zo'n volgende maar. Ja, maar dat was raar, blijf maar wiebelen. Wat is dat, joh? Ik ga ook even een paar kleine PVA-zakjes maken. Vaak doe ik gewoon even een heel klein handje met pellets en een beetje particle mix. En die vis ik dan boven mijn spinnenrig. Dat is eigenlijk heel klein en subtiel en dan hoop je gewoon... Zeker op de korte avondjes vis ik de spinnenrig heel graag, omdat het gewoon vaak ideale rig is voor een snelle aanbeet. Dus hopelijk pakken ze hem. Na de mogelijke lijnzuimer van net gooide Gijs gauw zijn hengel opnieuw in. De hengels liggen op scherp en we kunnen nu eindelijk lekker gaan genieten van het weer. Waak jij over grijze hengel? Hé? Hey? Jij waakt lekker over grijze hengel, hè? Altijd handig om zo'n huistuin- en keukenkat bij je te hebben. Die waakt altijd heel goed over je hengels. Grijze hengel staat hier. En die kat lag zo lief bij grijze hengel te kijken. Ik was toch even een rondje gaan lopen. En ik zie onder de kant een karpen volgen als azen. Dus wat wel te doen is, schepnetje, los hengeltje mee. En even proberen of die wil bijten. Want ja, waar ze aan het eten zijn, daar moet je met je rig liggen. Nou, Gijs die gisteren aan het proberen om de vis te vangen die hij zojuist heeft zien bubbelen. Er zaten in ieder geval meer daar zo. We zagen er al minimaal 3 die aan het aasen waren. Dus Gijs die gaat daar even staan zonder pieper. Stalkend wijze even daar vissen. Ik loop nu weer lekker terug naar het kamp. En dan ga ik mijn linkerhengel even verplaatsen. Ongeveer een uur geleden had ik namelijk wat eten gehaald bij de supermarkt die hier letterlijk op de hoek zit. En toen zag ik ineens wat vissen azen. In de kant. Toen dacht ik, hey, daar moet eigenlijk even een hengeltje op. Maar mijn linkerhengel met de spinnenricht, die lag eerst tegen de overkant aan. Dus toen heb ik die even binnen gedraaid en verplaatst. Maar ja, die heeft nu een uur nog niks gedaan. Dus ik ga nu even kijken hoe het met die hengel zit. Als ik bij die hengel geen activiteit meer zie, dan draai ik hem lekker binnen. En dan mag hij lekker terug naar de lelies. Gijs is nog steeds bezig om de vis die hij net zag te vangen. Die is even aan het stalken. Soms kan het ook heel effectief zijn. Nou, ik zit in ieder geval lekker op basecamp te wachten tot de andere hengels van Gijs af gaan lopen. Of dat mijn linkerhengel afloopt van mijn rechterhengel. Ik zit nu te kijken naar het water en volgens mij zie ik zojuist aan de overkant onder een steigertje een karper draaien. Dat leek er even op. Dus als die karp nou even nog 10 meter naar links gaat of 10 meter naar rechts, dan zit hij op een van mijn hengels. Rechts heb ik de hengel met tijgenoten en links heb ik mijn spinnenrig liggen. Dus wie weet. We gaan het zien. Het is in ieder geval lekker afwachten nu. Dit water is voor mij ook helemaal nieuw. Ik heb hier nog nooit gevist. Alleen langs gereden en gekeken. Toen zag ik al wat vissen azen draaien. Dus ik dacht, ja, ik moet hier gewoon echt een keertje even een kijkje nemen. Nou, dat doen we op dit moment. Even lekker een kijkje nemen. Binnenkort willen Gijs en ik een keer een nachtje gaan zitten hier. Om dus te kijken of dit een nachtwater is of een overdagwater.
Ja, het heeft wel potentie als ik er zo naar kijk. Best wel groot water, een paar mooie stukken. Je hebt een paar inhams, het echt op een hele mooie kruising zitten wij. Waar vanaf vier kanten kunnen de vissen komen. Dus wij blokken het heel mooi af hier. Vooral dat linkerstuk, een zijtak, is echt fantastisch. Heel veel lelies, heel veel planten, overhangende bomen. Dat is gewoon fantastisch water. Maar ja, om daar een nachtje te gaan zitten, dat is hem gewoon niet. Dus je kan beter op zo'n plek gaan zitten waar we nu zitten. Waar je vier delen afblokt. Dus ik heb in ieder geval fingers crossed dat het nog even wat gaat opleveren hier zo. Stiekem hoop ik natuurlijk dat mijn hengel als eerste afgaat. Maar ja, het maakt ook niet uit eigenlijk. Hè. Als er maar een visje vanaf komt, dat is al gewoon super. Gijs, die was onderweg, die was er bijna. De video belde ik hem al met, kijk eens wat er in het slingertje ligt. Eerste mooie schub, ging er hard vandoor. Op de Snowman, Purple Haze, werkt fantastisch op het water hier, merk ik. Nou, we gaan even een paar prachtige plaatsen schieten van deze jongen. En mag weer lekker zwemmen. Alle vergouden net, want deze is redelijk snel binnen. Denk ik in één keer, wat hoor ik dan, joh? Ja, ik hoor het. Ik hoorde eerder mijn slip als dat ik die... Nee, ik denk, wat ga jij doen dan, joh? Gaat er nog in, gaat er nog in. 100%, 100%. Ja, nog één. Helemaal niks. Hangt niks aan. Nee. Nou jongens, ook de eerste voor mij. We zijn eigenlijk net Bretse vissen van het filmen nadat we het hele kampement hebben opgebouwd. En ik heb eerst twee hengeltjes even uitgevaren met de boot. Het is nieuw water voor ons, dus ik heb even met de boot even wat harde plekjes gezocht. En uiteindelijk zeg ik tegen Brett, ik gooi deze wel naar rechts toe. Een lucky shot met een pop-upie. En 10 minuten later gaat die keihard af. Het is eigenlijk net jammer dat hij ging eigenlijk net te laat. Wat net mooi geweest als we jouw vis aan het filmen waren, dat hij toen al afging. Maar... Hoppa. De eerste krachtpatser voor mij. Zijn hier in ieder geval wel... Tot nu toe mooie slanke vissen, maar ze gaan er als een brandweer vandoor. Nou ja, wat ik net al vertelde tijdens de drill. Eigenlijk lag deze hengel net 5 à 10 minuutjes in, denk ik, met een pop-upje. En tijdens dat ik deze vis aan het drillen ben, ging mijn andere hengel er als een gek vandoor. Maar die schoot er helaas af met het oppakken van de hengels. Ik weet niet precies wat er mis is gegaan. Dus even een nieuw onderlijntje erop en hopelijk gaat hij nog een keer op naar de volgende. Hey, de camera ook. Ja, ik heb net. Hij ging toevallig net. Tinka Tinka. Wel een mooie grote ook. Nou ja, kijk, ik vind een zilt is de minst erge bijvangst die je kan hebben. Een prachtige zilt. Ik heb deze nog niet heel veel gevangen in mijn leven. Ik heb pas 3. Dit is mijn derde. Dus ja, super blij mee. Ik vind vooral die rode ogen op zo'n zilt echt prachtig. Leuk, leuke bijvangst. Ik ga maar gauw laten zwemmen, want dan kunnen we een karpertje vangen. Dit is groot. Hey, dat was mijn run, hè? Dat was mijn hengel. Nou, de volgende is gewoon voor jou. Ah, jij is er weer vanaf, joh. Wat is dat? Misschien toch die shot om de hoek, hè? Ja, maar die is naar achter geschoven, dus dat is juist, die heb je juist gedaan wat die moest doen. Hier, de haakje is ook gewoon scherp. Die van jou gaat lekker. Dat is wel mooi, hè? Ja, dat is echt een mooie. Even wegen zo, hoor. Sowieso wel de grootste, denk ik. Die schub was denk ik net even langer, maar deze is al een stuk breder. Nou, super mooi. Ik krijg even een mooie dubbelrun. Ik was mijn vis aan het drillen en ineens gaat Gijs zijn hengel er ook vandoor. Ja, Gijs die treft het maar weer met een hele mooie spiegel. Altijd baas boven baas, hè. Zeker weten. Nou, ik heb een krachtpatser van een schubkarper. Ook super blij mee. Ja, je zou het niet zeggen, maar jij was ongeveer 2 keer zo lang bezig als dat ik bezig was. Ja, ik was 10 minuten bezig en Gijs 2 minuten, man. Maar goed, hey, super mooi fotootje. We mogen zo lekker zwemmen. En ondertussen had ik ook nog een run gehad, maar die ging helaas weer los. Dus ik ga even die helemaal omgooien, het was weer dezelfde hengel. Dus het moet nog nacht worden en we zitten al op 6 runs, dus het kan slechter. Nou, we gaan op dit moment de nacht in. Het is, wat is het, 11 uur? Zoiets, plus minus. Ik zal even kijken, ja, bijna. Bijna 11 uur? 3 minuten nog. 3 minuten, ja, oké. Okay. We mogen denk ik niet klagen. Nee, ja. We hebben nu 7 runs. En helaas heb ik er 2 gespeeld op mijn hengel. Op de bodemrig. Ja, ik weet niet helemaal goed wat er nou mis is, maar ik zat denk ik misschien met wat te licht lood voor de inhaking. Dus ik heb eventjes van 70 gram naar 113 gegooid, omdat ik er een beetje klaar mee was dat hij al 2 keer losschoot. Dus gaan we dat maar even proberen. Want
ja, haakje scherp en op mijn hand draait hij gewoon goed in. Dus hopen dat dat het verschil kan maken, dat ze wel blijven hangen. Nou, daarentegen vis ik één hengel met een snowmannetje Purple Haze en één hengel met twee losse tijgenoten. Waarom ik daar geen pop-up of nepmaatje heb gedaan is eigenlijk omdat ik één hengel gewoon lekker natuurlijk wou vissen. En één hengel, ja, interesseert me eigenlijk niet zo heel veel. En dan heel toevallig loopt de hengel, die dus de niet interessante hengel is, die loopt af. Dat is wel het grappige. Ja, bij mij natuurlijk mijn eerste run die ik kreeg 5 minuten nadat ik mijn hengel ingegooid had. Nou, eigenlijk daarna ging jouw hengel af. Je verre hengel? Ja, eigenlijk ook mijn bonushengel. Ik heb 2 hengels heel serieus met de boot uitgevaren. Even echt goed op een harde plek gegooid. En uiteindelijk op advies van een local 1 hengel nog naar rechts gelegd. Als soort van bonushengeltje. Ik denk nou gewoon met een pop-upje. Wie weet voor een snelle aanbeet. En nou ja, dat zijn eigenlijk de enige 2 vissen die ik gevangen heb. Kwamen van die hengel af. Het grappige is ook wel dat de tijgenoten ook nog helemaal niks gedaan hebben. Nee, voor mij ook niet. Ja, mijn hengel heb ik eigenlijk een soort blubbertje gelegd. Het is aan onze kant heel blubberig, aan de overkant is het echt knijtenhard. En wat ook nog iets heel grappigs is, is dat eigenlijk elke keer eerst mijn hengel afgaat en die ligt dan helemaal links. Dan gaat Gijs zijn verre hengel af die helemaal rechts ligt. Dan heeft hij nog 1 hengel dus liggen met de tijgenoten die een beetje half ligt. Die doet niks. Maar meestal als Gijs dan aan het drillen is, dan gaat ineens zijn verre hengel zeg maar af die ook een beetje naar links ligt, naar een duiker toe. Toch wel weer een grappig iets. Het is wel 2 keer gebeurd gewoon, dat eerst mijn hengel gaat, dan zijn rechterhengel en dan weer die middelste hengel. Het is alweer iets grappigs eigenlijk. Ja, we hebben inderdaad eigenlijk de enige run tussendoor was die zilt. En qua karpers is het allemaal op dezelfde manier geweest. Links, rechts, midden, links, rechts, midden. Nou, maar wat betreft die zilt, dat vind ik echt nog wel steeds heel grappig en gaaf. Ik heb pas 3 zilten nu gevangen in mijn leven, dat was mijn derde. En denk ook mijn grootste. En een zilt vangen tijdens karpers vind ik niet eens zo heel erg. Ik vind een zilt best wel een mooie vis, vooral door die rode ogen die ze hebben. Ja, liever een zilt dan een brasem. Maar ja, ja, zeker, weet je, zilt vecht ook nog een beetje en zijn er nog gewoon mooie vissen. En brasem stinken vooral. Ja, vooral dat. Ja, en een zilt heeft ook echt een slijmlaag, daar zeg je u tegen. En ik vind persoonlijk het slijm van een zilt nog erger dan een brasem, want dat blijft echt de hele tijd aan je handen kleven. Had ik ook last van. Maar goed, ja, ik ben blij met die zilt. En ondertussen heb ik 2 karpers, jij hebt er 2. Ja, allebei 2. En van een fucking mooie spiegel. Ja, ik had wel een mooie spiegel, ja, daar ben ik wel blij mee. Dat is echt nog wel een bizar beest. Wel een mooie, denk ik ook wel een wat oude visje al. Dus die is heel erg welkom. Nou, dat zag je ook echt wel duidelijk. Ja, nee, dat zijn uiteindelijk wel de plaatjes waar je het voor doet. Tenminste, daar was qua beschubbing niet heel bijzonder, maar het was gewoon een mooie vis. Dus ja, dat in ieder geval. Wij gaan nu nog even lekker chillen. We gaan even lekker een 0.0 biertje drinken. Kleintje. 0.0 biertje. 0.0 biertje van, wat is het, 4.5%. Zoiets. Maar voor jullie is 0.0. Maar ja, in ieder geval, wij gaan lekker chillen. Lekker een god drinken en dan gaan we lekker slapen. En zodra er een vis is, dan melden we ons weer. Dan houden we hem even voor de camera. Of niet. Maar om achter de camera. De camera, de vis doet de camera. Zie je, het wordt alweer laat. Gaat helemaal niet goed. Tot zo. Tot later. Nou, dit is de reus die we hebben gevangen. Ergens in de vroege uurtjes liep de hengel af en kregen we deze te pakken. Een van de kleinere vissen van hier. Gijs had vannacht ook nog een kleine schub, maar die voor de kant los. Vond hij ook niet zo erg. Ja, ik zei deze wil ik met het eerste licht ook nog even op de camera zetten. Kan ik toch nog even jullie laten zien dat er nog het karper actief is geweest. En ja, je kunt zien, hij is heel mooi rood die vis, joh. Best wel vet. Dat zie je ook niet vaak. Tenminste, zie ik niet vaak. Nou ja, we gaan hem in ieder geval even lekker op de foto zetten en dan mag hij rustig zwemmen. Ik ga even naar de auto lopen. Alvast een beetje opruimen, hè? Lekker opruimen. Ja, alvast even mijn tent en zo. Want onder die bomen blijven druppelen met die regen. Dus ik ga mijn tent even nog onder de boom vandaan halen. Ik kan die nog even een beetje drogen. Dat zal natuurlijk niet helemaal lukken, maar in ieder geval iets. In eerste instantie dachten wij, we gaan lekker onder zo'n boom zitten. Dan zit je wel lekker, maar... Het heeft vanochtend een beetje geregend, een beetje gemiezerd. En die boom die blijft nog de hele tijd druppelen. Dus de tent van Gijs achter mij is zeiknat. Terwijl het buiten al gewoon lekker droog is. Dus ja, dat is wel een minder dingetje van onder een boom je tent zetten. Maar ach ja, we hebben niks te klagen. We hebben vannacht nog een paar vissen bijgevangen. En nog een zilt trouwens, die hebben we ook niet gefilmd. We hebben tot nu toe hebben we 8 runs gehad in totaal. Dus op zich, ik denk dat we niet mogen klagen voor nieuw water. We hebben niet echt een hele drukke nacht gehad, maar we hebben toch nog vis kunnen vangen. Dus niks te klagen wat mij betreft.
totaal 10 runs. Ja, 10 runs. 10 runs, waarvan 2 zilten, dus dat is ook super, naar mijn mening. En voor de rest moet hij denk ik maar een keer terugkomen. Zeker. Het enige wat me verbaast eigenlijk is dat er vanochtend 5 uur tot nu, tussen 12, helemaal niks meer gebeurd is. Nee, helemaal stilgebleven. Dat is inderdaad jammer, maar goed. Ja, goed. Wij hebben lekker ingepakt. Met de eerste nacht op een nieuw water mag je niet klagen. Dus, dat zeker niet. En een mooie spiegel. Dat ja, ook nog. Zeker. Dus wij gaan lekker verder met de inpak. En ik wil jullie bedanken voor het kijken. Abonneer je beneden en dan zie ik jullie bij de volgende video. Mazzel!